Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Ik heb net even gedoucht, lekker mijn haar gewassen, make-up gedaan. Ik kan niet echt zeggen dat ik vandaag echt een heel goede dag heb gehad. Want ik ben echt om 6 uur opgestaan om te rennen naar de wc. Ik heb gewoon echt weer heel veel pijn. En het heeft me eigenlijk de hele ochtend gewoon wakker gehouden. En ik wil eigenlijk vandaag mijn afspraak ook echt afzeggen, want ik voelde me echt zo belabberd. Maar ik heb weer even de pillen genomen en het gaat weer iets beter. En ik hoop dat het ook echt even aanhoudt. Ik heb mezelf ook echt beloofd vandaag echt alleen maar gezonde dingen te eten. Ik ga me even snel klaarmaken en dan zie ik jullie straks waarschijnlijk in de auto. Zo, ik sta weer in de auto. Ik heb lekker een grote fles mee met Spa Blauw. Die moet ik vandaag echt helemaal opdrinken. Voor ik terug ben in huis wil ik dat ik het helemaal heb opgedronken. Ik heb trouwens een heel oud truitje aan van de Zara. Hij is echt zo fijn dat ik hem maar heb aangedaan. Ik zag hem in de kast zitten. En ik dacht dat ik dit echt niet aan moet doen. Ik doe gewoon deze trui even aan. Toen ik hem net had gekocht was het echt mijn lievelingstrui. Want hij zit gewoon echt zo relaxed. Dus yes. Nu even snel weer een ontbijtje scoren ergens. Ik denk dat ik weer zo'n droge tosti ga nemen. Ik heb er echt heel veel zin in. Zonder kaas. Ik wil even een ontbijtje scoren. En toen belde Nancy dat hij met mij wil ontbijten. Dus hij komt ook even hierheen. Om samen een broodje te eten. Nou, daar ben ik hoor met Nessima. Hallo. We hebben lekkere tosti's besteld zonder kaas. En Nessie moet gewoon met me mee. Ja, het was gewoon kip. We hebben kip met pesto alleen erop. Lekker. Nou, daar zitten we dan lekker buiten. Tosti met kip en pesto. En heel veel ketchup. Lekker hoor, Nes. Ben benieuwd hoor. Ik wil maar een hapje nemen. Lekker droge tosti. Ja. Ik heb dus nog helemaal niet verteld waar ik naartoe ga. Maar ik wil eigenlijk deze afspraak afzeggen. Maar omdat ik er al zo lang op wacht, wil ik er gewoon per se heen. Maar ik ga eindelijk naar de kapper om een uitgroei te doen. En dat was echt zwaar nodig. Want ik denk dat mijn haar inmiddels bijna zo'n 10 centimeter is gegroeid. Plus, ik heb 3 heel koppige grijze haren. Ik heb maar 3, maar ze steken echt letterlijk alle kanten op. Dat is zo raar. Grijze haren zijn echt zo stug. Niet normaal. Dus ik moet het gewoon echt even fixen. En alleen Dina kent mijn kleur. Ik had haar nog een DM gestuurd. Maar het zat er helemaal vol. Het zat toevallig vandaag nog op plek. Dus dat wil ik absoluut niet afzeggen. En by the way, Nessie vond mijn droge tosti gewoon lekker. Gewoon lekker kip met pesto, joh. Voor kaas. Wie heeft kaas nodig? Heel veel boze mensen nu. Oké, voordat ik naar binnen ga wil ik eigenlijk echt een before filmen. Dit is mijn before. Ik weet niet of je het kan zien. Before. Dit is hoe altijd. Dus moet ik altijd weer de kapper eruit zien. Echt een dikke poeshaar. En dan mijn uitvoer gedaan. Ja. En ook achter. Dit begint ook echt wel te groeien. Hoe vooral moet krullen eruit zien bij de kapper. Ik ben trouwens bij Dina, maar die is even bezig. Ik ben klaar met Dina. Het ging echt heel snel. Want ze moest alleen mijn haar uitgroei doen. En ik ben zo happy. Ik zie er weer echt helemaal frisjes uit. Echt, I love Dina. Het was echt heel gezellig daar. Ik ging helemaal stuk. Soms kan ik echt van die heel rare dingen zeggen. Ik word nu heel raar aangekeken, maar ik blijf gewoon doorvloggen. Dina had vandaag haar haren vast. En toen zei ik gewoon zo van, je hebt echt heel schattige oren. En iedereen ging daar echt helemaal stuk. Maar dat vloept echt zo eruit. Ik heb het altijd echt van die heel random gewoon uitspraken doen. Ik ben echt blij dat ik even snel er langs kon. En ik ga nu weer richting huis. Ik ga even Nessie bellen of die thuis is. Om te kijken of we misschien samen ergens heen kunnen gaan. Of volgens mij is die op kantoor. Wacht, ik ga hem gewoon even bellen om te kijken waar die is. Stop. Ik zit nog even in een meeting, ik bel je zo, ja? Oh, oké, is goed. Oké, doeg. Nou, jullie horen het. Ik rijd dus nu zo langs een tank en ik weet dat ze daar echt heel lekkere broodjes maken. En ik weet niet wat ik heb met broodjes. Ook en 50 kilometer per maar uur. Ik heb gewoon echt weer zin in een broodje. Ik wil gewoon een lekkere, harde brood. Het is een panini geworden met kip en zonder kaas. Heel benieuwd. Echt lekker gekruid. Zo, ik ben thuis. Ik heb even mijn haar vast gedaan, want ik was helemaal fanatiek mijn broodje aan het eten. Ik denk dat ik even weer die houtskoolpilletjes ga slikken.
Zodat ik me straks niet ellendig ga voelen. Want ik weet eigenlijk ook niet meer zo goed wat ik moet eten. Jullie mogen mij hieronder wel even tips geven of zo, maar weet je wat het is? Dan is het alweer een week later dat ik het zie. En het zou heel ernstig zijn als ik nog steeds gewoon dezelfde klachten heb. Want dan denk ik dat ik inmiddels gewoon echt letterlijk uitgedroogd ben. Wanneer is je? Hey, Winnie. Thuis. Oké, wil je wat gaan eten? Wil je wat gaan eten? Ik ben net klaar. Ja? Ik ben net klaar. Ben je net klaar? Ja. Moet ik dan naar jou toe nu helemaal? Ja, of we kunnen ergens, we gaan nog een speer eten. Ja, wel een beetje verder, hij is in de stad. Ja, ik ben in Westel. Ja, zeg maar, dan moet ik nu helemaal nog naar Spirit, hè? Niet echt even wat we willen eten. Gisteren nam ik al deze pilletjes tegelijkertijd in. En ik dacht van, nou, het zal wel hetzelfde zijn als mijn supplementen. En ik spuugde alles gewoon eruit. Ik heb weer pakketjes binnen. Mijn pakketje met sucrine is ook binnen. Super fijn, want die van mij was echt helemaal op. En een pakketje van Naked. Hier zit best wel veel in. Maar dat ga ik even apart voor jullie unpacken. Ik denk dat ik een soort van shoplog ga maken van mijn Insta-story. Alles een beetje uitgepakt. En guys, ik heb echt zulke leuke dingen van Naked gescoord. Gaan jullie allemaal even terugzien in Insta-stories. Ik wil het allemaal niet dubbelop doen. Maar echt, ik ben hier zo happy mee. Echt, love it. Mijn lievertje. Och, altijd zo gezellig overal bij zitten. Leuke dinari. Mooi. Snesim is thuis en gaat koken. Dit is een heel spannende dag. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Ja, ik ben eerst lapjes aan het maken. En deze ga ik dus in hele kleine stukjes snijden. Ja. Die kan ik dan gewoon voor een andere keer, zeg maar, eten. Kom morgen of zo. Oké. Snapte? Nou, hij is lapjes aan het maken. Lapjes en blokjes. Bijna het weet. Ik ga nu even, terwijl Nessie aan het koken is, dit uitproberen. Oh, ik kijk eigenlijk echt vetje sticks, ja? Ik heb hier ook linzenpasta. Dan kan ik die blokjes dan. Met wat dan? Ja, gewoon met tomatensaus. Ja, toch? Ja, kan. Fucking lekker, man. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het recyclen. Hij heeft van die diepvriesgroenten. En hij vindt de helft niet lekker om wat erin zit. Dus dan valt hij eruit. Duidelijk dat je wortels niet lekker vindt, Nes. Nee, ik vind het wel lekker, maar niet voor dit gerecht. Oh my god. Dit noemen ze recyclen. Oké, dat is prima. Dat is lekker. Ja? Nou, dat is... Oh, ja. Nee, rustig. Dit is echt geen pasta meer. Dit is wok. Oh, ik vind het niet prima. Oh, man. Ik zei toch tot veel uit. Zeg je? Vind ik lekker. Ja? En straks gaat dit erbij. Wat heb je gedaan? De groente is er nu bij. De diepvries groente. Ja. Die gaat dan ook gaar worden. Hoop ik. Eventjes bakken en dan doe je er even water bij. Ja. Dit wordt een heel interessante pasta. Eerst water. En daarna tomatensaus. Ja. Vraag het, hè? Ja. Nou. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Oh, heel heftig. Er gebeurt heel veel in deze keuken. Oh, jas. Oh, ik ga zo stuk. Je hebt echt een wok gemaakt. Hij gaat nu iets verpesten. Hij doet de zwarte olijven erbij. Aan dippo. Nou, dit is het geworden, jongens. We hebben hier linzenpasta met kip en groente. En natuurlijk de finishing touch, de olijfjes. De recept is binnenkort te zien op Instagram pagina van Eat With Mariama. Zo, ik heb mijn haar even vastgedaan. Ik had geen zin in los haar. Want dan moest ik het weer opnieuw fixen. En ik dacht, nee, ik doe het gewoon lekker vast. Dan doe ik even mijn lippen weer opnieuw. En dan ga ik vertrekken. Al een spiegeltje hebben. Dit merk heb ik dus echt laatst ontdekt op Douglas, Deborah Milano. En ik vind het echt een heel goede lip liner. En gewoon goed gepigmenteerd en de kleur, I love it. Nou, ik ga zo Hon even ophalen. En dan gaan we even lekker samen naar de Starbucks toe om even een koffietje te drinken. En ik was er net achter gekomen, want ik heb toch zo'n spaarkaart. Dat ik dus nog maar 2 punten nodig had voor weer een volle spaarkaart. Dus hierna heb ik weer een volle spaarkaart. Love it.
gaat best wel snel bij mij, dus... Onderweg naar Hon. Het begint nu te regenen. Ik vind het hartstikke heerlijk. Want wij gaan gewoon lekker Starbucks koffie halen. Ideaal weer ervoor. Ik sta natuurlijk over na te denken. Ik ben vandaag gewoon wel lekker goed bezig. Tenminste, tot nu toe heb ik niet iets raars gegeten. Of het dan wel slim is om koffie te drinken. Dus ik denk dat ik even een chai latte ga nemen. Regen! Ja! Regen! Hi, Hon. Regen! Hi, schat! Alles goed? Alles goed. Ik doe even een camera hier voor Hon. Want ze krijgt, jij krijgt elke keer dezelfde vraag. Tenminste, er wordt elke keer dezelfde vraag aan ons gesteld als jij in mijn vlog voorkomt. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Oh, dat heb je al 100 keer verteld. Ja, maar elke keer komen er denk ik nieuwe kijkers. Dan zien ze jou met mij en is van, hoe kennen ze elkaar? En wij hebben elkaar wel echt op een heel leuke manier ontmoet. Absoluut. Ik was toen net in Rotterdam komen wonen. En toen had ik net een paar maanden, hè? Helemaal drie maanden helemaal alleen en hier. Toen had ik dus mijn eerste baantje en toen had ik een sollicitatiegesprek en Honnie, ik wil even stoppen voor die fiets, hè. Honnie had me uiteindelijk dus aangenomen voor mijn eerste baantje en ik heb dus drie jaar lang heb ik gewoon met Honnie gewoon gewerkt en ik heb echt een fantastische tijd met haar gehad. En het klikte echt zo erg. Gewoon dat wij gewoon daarna nog eens contact zijn blijven houden. Ja. Maar Honnie is echt gewoon... Gewoon al bij een sollicitatiegesprek was het al zo. Gewoon loyal. Ja. Honnie en ik zijn echt al... hoeveel jaar kennen we elkaar? Vanaf 2014. 6 jaar. Sinds ik Rotterdam woon. Dus, de eerste Rotterdammer. Ja. Zij is ook echt dat ik inderdaad mijn eerste Rotterdamse vriendin. Dus ja, Hon is voor mij heel speciaal. Nou, hier heb je die vrouw. Andersom ook. Dat was even gezellig met Hon. Lekker wat gedronken. Nu ga ik naar huis. En moet ik even eens een keer mijn koffer uitpakken. Nog van Frankrijk. Is nog steeds niet uitgepakt. Dat ga ik dus even weer doen. Ik ben thuis en ik ben even aubergines aan het pakken. Want ik ga dat even in tomatensaus maken. Met lekker rijst in vermicelli. Het gaat niet helemaal goed, jongens, maar ik heb zoveel trek. Trouwens, ik las net een comment op YouTube. Toen dacht ik echt, naar wie kijk jij? Je bent echt cringy als je swaggy probeert te doen, beter niet doen. Nou, ik weet niet naar welke persoon jij kijkt, maar er is niks van swag hier. Ik wil niet swaggy zijn en waarschijnlijk heeft het over een fragment waarin ik ergens meezing of zo in een auto. Waarschijnlijk muziek die ik zelf niet heb opgedaan of ergens een beetje mee aan het dansen ben of wat dan ook. Maar even voor de duidelijkheid, dat is niet iets wat mij boeit. Mensen moeten echt een keer loslaten dat je alles altijd zo perfect moet doen. Waarom mag je niet gewoon lol hebben in je leven? Als ik even op een domme manier gewoon lol heb, laat me lol hebben. Even een tip aan jou, heb ook eens wat meer lol in je leven in plaats van alles perfect proberen te doen. En mensen erop te attenderen dat ze cringy zijn. Ik probeer helemaal niet swag te hebben. Ik snap ook echt niet hoe mensen erbij komen dat ik dat probeer te hebben. Ik zie eruit alsof ik swag wil hebben, even serieus. Now back to real business, my food. Oh, het brandt een beetje aan. Echt heel stom, maar mijn zout is op. Dus ik moet nu echt gewoon bouillon hierin doen. Ik ga maar voor een rundbouillon. Zo, ik heb hier lekker aubergine met rijst en ik kijk een nieuwe aflevering van 90 Day Fiancé. Jongens, wij zijn nu op de bank, dus we gaan zijn rare massageapparaat weer gebruiken, let op. Dat ding doet echt gewoon pijn, hè? Kom op, missen, je kan het. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, dat is super pijn. Nou, hier ga ik dus nog een half uur naar luisteren. Ik dacht, ik ga even de vlog afsluiten. Oh. Want ik ga niks meer filmen. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!